Het UMC Utrecht behandelt kanker waar nodig met gebruik van de nieuwste beeldgestuurde technieken. Deze nieuwe behandelingen vallen onder de verzamelnaam opereren zonder snijden. De patiënt heeft hier baat bij, want bij enkele vormen van kanker is een zware operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie daarvan minder of helemaal niet nodig. Hierdoor is het risico op complicaties lager, blijft de patiënt korter in het ziekenhuis en kan sneller weer dingen zelf doen. Als koploper in de ontwikkeling van beeldgestuurde therapie ontwikkelde het UMC Utrecht radiologieapparatuur waarmee we de tumor heel precies en zeer scherp in beeld brengen. Daarna behandelen we alleen op de locatie van de tumor, bijvoorbeeld via straling of bevriezing. Het gezonde weefsel om de tumor blijft gespaard. Het UMC Utrecht wil mensen met kanker de beste behandeling geven met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Op welke manier de opereren zonder snijden behandelingen bijdragen aan de kwaliteit van leven, onderzoeken we dagelijks. De kans is dan ook groot dat we patiënten vragen deel te nemen aan dit onderzoek. Onder opereren zonder snijden vallen vier beeldgestuurde therapieën. MRI-LINAC, nucleaire geneeskunde, radioembolisatie en MR-HIFU. Meer weten over de behandelingen tegen kanker die onder opereren zonder snijden vallen? UMCUtrecht.nl/opererenzondersnijden